slagerij Haak van de lekkerste bal van Nederland. Gooit er het gehaktballenbijltje bij neer. Maar dat doet hij niet. Vooral eer die eerst nog eventjes een record heeft gebroken. Het stond op, geloof ik, ruim 7000. En dat wordt nu, als ik me niet vergis, ik hoop niet dat hij heel erg achter op schema ligt, dat hij de ballen nu door de ruiten begint te gooien. Maar daar wil hij in ieder geval een 2.000 tot 3.000 ballen bijdraaien vandaag. Dus we storen, we gaan het niet te lang, gaan we hem daarbij op zijn geheel eigen wijze eventjes flink het vuur bij aan de schenen leggen. Maar we gaan eens even navragen of het allemaal wel geschematiseerd op orde ligt. Crescendo naar Den Vlezen. Gaat u mee in het Random Museum hier naar binnen. Nieuw record zonder Haak. Nieuw record, 9000 balletjes in de plus. De beste ballen van Nederland. Laat ze maar lekker knallen. 9000, het vorige record stond op 7200. Op één dag. En dat is morgen allemaal weer schoon op. Ja, was maar zo'n feest. Was een feest. Maar 9000, is dat voor de hele week dan voor in de verkoop? Of is dat speciaal verzoek nog ergens voor? Een bestelling. Een beetje voorraad houden, voordat we mee stoppen. Voordat ik dadelijk ophoud met blijven bellen en bestellen. Met de collectie uit. Ik zie een beetje, ondanks de opgetrokken mondhoeken, zie ik je een beetje geagiteerd kijken, want ik sta je in de weg. Nee. Ik bezorg je pech. Ik heb liever dat je mee helpt. Je hebt er al eentje door de ruit heen gegooid, of niet? Je hebt liever dat ik mee help. Ja. Je helemaal naar de Ratsmanee in het Random Museum. Jongens, ik laat jullie met rust. Potje rust Jack in je wijfie. De bal, hè? En niet er bij het café dan even op door gaan lopen lallen. Nee.